dat ik de allereerste 3 afleveringen van Storming Scotland daarin heb geüpload. De allereerste aflevering waarin we met het vliegtuig heen gingen. Handgranaten gevonden op Edinburgh Airport. Handgranaten! De tweede video waarin ik doe alsof ik Vosse een bompakket geef voor zijn verjaardag. Een bompakket. En de derde aflevering waarin ik samen met Tamar en onder andere heel veel anderen ging naar de kelppaarden en dat soort dingen. Hoi! Ja, haar kleur is nu al matching. Om lol te trappen, musea's in te gaan, mensen van hun fiets te trappen. The following takes place between midnight and 1 a.m. on the day of the California presidential primary. Events occur in real time. Het is dinsdag 9 uur. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van The Beginning. Seizoen 2, het Anniversary Month seizoen. In The Beginning Anniversary Month gaan we elke week kijken naar weer een maand. Oké, het klinkt heel raar, maar we hebben dus een maand die we random uitkiezen. En in die maand kijken we wat ik bijvoorbeeld in oktober 2016 heb gedaan. In oktober 2017, in oktober 2018 en in oktober 2019 en in oktober 2020. En zo laten we eerst kijken welke maand het deze keer wordt. Ik heb alle maanden hier in een lijstje staan en het wordt. Oké, oktober. Dus dat betekent dat we gaan kijken naar alle video's van oktober 2016 tot met oktober 2020. Oktober 2020 bestaat dus nog niet, maar we gaan snel kijken. Events occur in real time. Voordat ik mijn YouTube-kanaal Harme Frodo had, heb ik ooit geüpload op een ander kanaal, wat heette Geschiedenisvlog. Ik weet ook niet waarom trouwens. Maar op dat kanaal upload ik eerst al mijn video's. Alleen uiteindelijk had ik daarop een serie met mijn broer. Geschiedenisvlog on tour. En toen zei mijn broer, weet je moet eigenlijk voor alle andere video's een nieuw kanaal aanmaken. En dat wordt dit kanaal. En dus voor die bepaalde serie heb ik alles naar Harm Frodo gezet. En daarom is op 18 oktober 2016 zijn alle hele oude video's van mijn vorige YouTube kanaal overgezet op dit YouTube kanaal. En dan kunnen we samen nog wel eens kijken. Dit is dus de allereerste video van Harme Frodo. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video van de geschiedenis over Operation Market Garden. Ja, het was niet een hele goede video. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video van de geschiedenis over Operation Market Garden. Maar het was een video waarin ik dus wat wou vertellen tegen iedereen over Operation Market Garden. Een belangrijke veldslag in de Tweede Wereldoorlog en zo. En ja, daarom heb ik dit filmpje eigenlijk gemaakt. Je hoort ook dat mijn stem echt daar zo hoog was. Maar dit is dus officieel de allereerste video op mijn YouTube kanaal. En verder heb ik in oktober 2016 nog een paar slechte vlogs geüpload en dat soort dingen. Hey YouTubers! Vandaag ga ik weer een hele dag vloggen. Dat is echt de allereerste begintijd van mijn YouTube-kanaal. Dus dat is eigenlijk allemaal ook niet heel boeiend. Allemaal gewoon slechte kwaliteit video's. Waarvan ik toen dacht dat ze echt heel erg tof waren. Laten we snel doorgaan naar oktober 2017. Events occur in real time. In oktober 2017 upload ik 3 video's maar. En dat is één video
waarin ik ging naar het Nationaal Militair Museum om op te nemen voor geschiedenisvlog. Vandaag zijn we bij het Nationaal Militair Museum. Eén video waarin ik het voor een schoolvideo voor godsdienst ging hebben over het leven na de dood en dat soort dingen. In 1900 begon de term utopia een beetje terug te komen. En tenslotte één video waarin ik de making-of maakte van die video van school. Achter de schermen bij een video die ik moet maken voor godsdienst. Dus eigenlijk die drie video's maken het niet heel erg boeiend ofzo. In oktober 2017 maakte ik nog wel een interessant video over het Nationaal Militair Museum op het kanaal Geschiedenisvlog. We gaan vandaag een beetje rondkijken in het museum en we gaan ook een beetje kijken bij het Science for Humanity programma. Die was op zich wel iets beter dan wat ik op die momenten maakte op Harmen Frodo's kanaal. En verder was oktober 2017 dus ook echt niet een hele vruchtbare maand voor Harmen Frodo. Dus laten we snel doorgaan naar oktober 2018. Events occur in real time. In oktober 2018 heb ik 17 video's geüpload. Dat is best wel veel. Maar een hele hoop was informatievideo's die eigenlijk toch niet zo heel informatief waren en ook niet heel spannend waren. Dus daar gaan we het ook niet over hebben. De eerste echt goede video van oktober 2018 was een vlog bij de Grebbelinie. Thuis heb ik gezegd dat ik niet in de bunker zou gaan. Maar ik zit nu heel even te kijken als er toevallig één schietgat open is. Dan kom je er toch vrij makkelijk in en uit. Waar ik voor de zoveelste keer weer eens terugkwam. Voor Harmen Frodo vlog 45 ging ik opnemen voor het namaken van een video uit september 2016. De allereerste geschiedenisvlog. En daarom is het een beetje een vlog waarin heel veel gebeurt en niet echt een duidelijk verhaal erachter zit. Want ik dacht ik ga wat achter backstage filmen. Maar uiteindelijk was... Altijd ergens jongens! Yes, dus dat is Harmen Frodo vlog 45 zo ongeveer. Leuke video om nog een keer terug te kijken voor iedereen. Ho, moet ik hem niet aanzetten. Dus zeker aan te raden. En dan gaan we meteen door naar de volgende leuke video uit die tijd. In die tijd upload ik ook The Beginning 9 en The Beginning 10. Over mijn eerste video en over heel veel, eigenlijk bijna alle video's. Dus dat was ook gewoon, ja, een beetje zoals hetzelfde als wat ik het nu doe. Maar dan in chronologische volgorde in plaats van per maand. En toen heb ik nog een paar vlogs gemaakt waarin dan heel veel vlogs voorgekomen zijn. Dus dan heb ik heel veel vlogs samen geëdit. Een beetje zoals Storming Scotland the Movie die recent online is gekomen. Dus dat is op zich wel... ja, als je niet voor elke vlog aparte tijd wil nemen, zou je zoiets kunnen kijken. En dan sloot ik oktober 2018 af op 31 oktober met de allereerste Yetterdiss track, waarvan we samen even een stukje kijken. We zijn lotgenoot. Jetter weet het beter, toch dit zijn voor geen meter. Door je tracks heb ik problemen aan mijn gehoor. Je edits zijn goed, daar is die editor voor. En toen kende hij mij nog niet. Ik kende hem wel. Dus ja, dat was best wel ongemakkelijk of zo. Want ik was zo'n klein YouTubertje met minder dan 100 abonnees. En hij had er net toevallig 1-2000. Dus dat was best wel een andere tijd. En ik was ook een stuk minder goed erin en zo. Dus ja, daar zou je nog wel een stukje van kunnen zien. Ik denk, hij verwachtte mij totaal niet dat ik er toen opeens was of zo. En in oktober 2018 heb ik 3 livestreams gedaan. 1 livestream over Hitler's atoombom. En een veteraan die voorkomen heeft of zo. Heel interessant verhaal. En dat is de 39ste livestream van 2018... En dan nog de video's waarin ik even ging praten gewoon met de kijker. Soms een uurtje, soms een half uurtje. En dan gewoon in een livestream. En dan konden zij in de chat, konden zij praten met mij. En dat soort dingen. Dus dat was vrij simpele content. Maar dat was op zich soms ook wel heel grappig om even te doen of zo. Events occur in real time. En oktober 2019 dan maar. Geschiedenisvlog was gestopt. Dat is het nog steeds trouwens. 2 jaar geleden al, dus dat is al heel lang. Ik heb 1 livestream gedaan waarin ik het kort had over mijn Schotland vlogs en een beetje de tijd daarna. Want dat was vlak na Schotland. En ik heb in totaal een hoop video's geüpload.
Ik heb in die tijd 7 video's geüpload. Als eerste de seizoensfinale van Mannen Leest de Vrouw seizoen 1. Dit is de allerlaatste zomereditie van de vrouw. Dus... Waar kent iedereen je naam? En waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. Op dit moment zijn we al bezig in seizoen 3. In Mannen Leest de Vrouw seizoen 1 ging ik telkens 1 reactie van de week had ik dan. Die gedaan werd onder de vorige Mannen Leest de Vrouw. Het nadeel is dat tegenwoordig niemand meer reageert onder Mannen Leest de Vrouw. Dus de reactie van de week werkt niet meer. Maar toen had iemand gezegd, ik had het in Mannen Leest de Vrouw 9 over de lengte van iemand. En die alleen maar bekend stond om zijn lengte. En toen had iemand gereageerd van, hey, Napoleon stond ook alleen maar bekend om zijn lengte. En daar ging die video een beetje over. Een comment iemand, ik weet de echte naam niet, maar we zullen hem maar even Robin noemen. Dit, oftewel, staat hij nog in beeld? Ja, hij staat nog in beeld. Top. Ja, eigenlijk was dat bij Napoleon ook precies zo. Toen uploadde ik ook de pre-seizoensfinale van De Adelaar is Geland. Die heet The German Sacrifice Scene. September 12, 1943. German paratrooper snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. This daring and successful exploit stunned the world. Inspired by the rescue of his ally, Hitler ordered an even more daring bid to capture his greatest enemy. De Adelaar is Geland was een serie waarin ik het ging hebben over een complottheorie uit de Tweede Wereldoorlog. En daar is een film over gemaakt waarin ik ging reageren op die film. En dat had 7 afleveringen en dit was de 6e en de spannendste aflevering daarvan die ik toen geüpload heb. Ik upload het samen met een hele grote groep mensen Storming Amsterdam 2019. Waarin ik samen met een hele hoop mensen naar Amsterdam ging om lol te trappen, musea's in te gaan, mensen van hun fiets te trappen. Oh nee, dat heb ik niet gedaan. Met een boot te gaan en dat soort dingen. En dat was op zich, we voelden ons echt een team. Dus dat was heel leuk aan die vlogs. En die vlogs waren een soort begin van een hele grote verandering op Harmer Frodo. In de manier hoe al mijn vlogs gedaan werden. En oktober 2019 zullen jullie de kijkers heel erg herinneren waarschijnlijk. Daaraan dat ik de allereerste 3 afleveringen van Storming Scotland daarin heb geüpload. De allereerste aflevering waarin we met het vliegtuig heen gingen. Handgranaten gevonden op Edinburgh Airport. De tweede video waarin ik doe alsof ik Vossen een bompakket geef voor zijn verjaardag. Of... Oftewel eigenlijk de allereerste aflevering van Bompakket bij. Was heel leuk. En de derde aflevering waarin ik samen met Tamar en onder andere heel veel anderen ging naar de kelppaarden. En dat soort dingen. Wat ook een leuke vlog was. Geweldig. Top. En dat was zo ongeveer oktober 2019. Events occur in real time. En zoals jullie weten is het op dit moment oktober 2020 nog niet. Het is namelijk augustus 2020. Dus ik heb weinig zicht op dit moment op echt oktober 2020. Ik hoop dat het een hele leuke tijd gaat worden. Ik zit dan weer op school om mijn VWO te gaan doen. Want ik heb hier mijn diploma HAVO. En ik heb mijn HAVO gehaald. Maar ik wil na HAVO VWO gaan doen. Het is nu natuurlijk nog vakantie voor mij. En dat zal wel een hectischere, drukke tijd worden. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar die tijd. Misschien dat het wel heel erg leuk wordt. En dat ik nog een hele hoop leuke vlogs kan maken in die tijd. En ik ga er in ieder geval wel van uit dat ik in oktober 2020 nog wel aan YouTube doe. Want dat is eigenlijk ook al wel bijna. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering van The Beginning Anniversary Month. Het tweede seizoen van The Beginning. Laat zeker even in de reacties achter wat jullie vonden van deze aflevering. Of er dingen beter kunnen of niet. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij volgende week dinsdag een gloednieuwe aflevering van de Beginning Anniversary Month.
of toevallig bij morgen een gloednieuwe aflevering van Complottheorieën. Of donderdag een gloednieuwe aflevering van Bompakket bij. Kies zelf maar. En dan zeg ik tot ziens. Tot later.